Hallo allemaal, welkom bij de 4 keer gezond tour. Ik heb terug een nieuwe Lego set voor jullie. Eigenlijk een heel kleine Lego set. En voor mij de eerste in een reeks dat heel gekend is. En dat is namelijk de Star Wars reeks. Dit is dus de Boba Fett's Starship Microfighter. Boba Fett is een Mandalorian. Dus dat is, ja, hoe moet ik zeggen, ik ga beginnen met het begin. Star Wars ben ik niet zo heel mee bekend, in de zin van, ik kijk heel graag naar de films. Ben nu, denk ik, met de Clone Wars series aan het bekijken. Daar zag ik Boba Fett in, die eigenlijk een bounty hunter is. En ik dacht, hey, dat is leuk. En dan keek ik op de Lego site en zag ik dat. Ik was eigenlijk wel geïnteresseerd. Dus dit is officieel mijn eerste Star Wars setje van Boba Fett. Dus ik dacht van, hey, dat is wel tof. Deze kost toch ook maar €9,99. Dus niet zoals de meeste andere sets van Star Wars die heel veel kosten. Nu, we gaan hem een keer bekijken. Dus hier is de Microfighter. Aan de achterkant heb je dus de Microfighter, of course. Maar hier zie je dan wel op dat we er effectief ook mee gaan kunnen schieten. Dat we gaan kunnen aanvallen. Dus dat vind ik wel cool. Dan heb je hier nog het minifiguurtje van Boba Fett. Dan hebben we een heleboel Chinees. Oh, oeps. Weer Chinees. En dan heb je hier nog een klein stukje van de Microfighter. Dus ik zal hem open doen en we gaan er gewoon aan beginnen. En ik heb ook nog een extraatje. Ja. Wat is voor erachter? Oké, we hebben hier het Star Wars boekje. Niks speciaals in ziek. Nee, oké. Okay. Gewoon onmiddellijk beginnen bouwen. Dat gaan we doen dan, hè. Oké, okay, ik ben dus klaar. We gaan even kijken. Nee, ik vind alles is de max. Dit is het. Oei, ik moet je naar beneden moeten doen. Dit is dus de. Ja. De Starship Microfighter. Hawaii, excuseer. Ik vind het wel tof gedaan. Dat is zelfs iets dat ik niet heb. Zo'n raam. Nu, en ik kan schieten ook. Dus we gaan dat even checken. We moeten duwen en dan. Ja, oké, dat lukt dus. Heel veel kan ik er ook niet over zeggen, omdat ik niet zo'n hele grote kennis heb over Star Wars. Het enige wat jullie misschien kunnen zeggen is: Fanny, het is Star Wars. Wat de hel doet dat op uw kanaal? Wel, we gaan het een keer uitleggen. Hè. Eerst en vooral ga je niet te veel. Star Wars zien, normaal gezien toch niet. Misschien een keer een Brickheads of zoiets, dat wel. Maar grote sets heb ik nog niet echt. Maar waarom? Ik zal het u direct tonen waarom dit op het kanaal is. Daarop, dit is van Disney. En alles van Disney komt op het kanaal, omdat het
En is wel te maken heeft met gewoon Disneyland Parijs. Dus daarom, ga je dit ook zien. Veel kan ik nog niet zeggen. Ik denk het eigenlijk niet, want dus, ik zeg het, is mijn eerste ever setje ooit van Star Wars. Ik vind Boba Fett eigenlijk wel nogal cool. En dan moet je hem zo gezegd hier op plaatsen. Voilà. Oh, sorry Boba Fett. Oké, kan ik hem daar inzetten? Voilà. Dan wordt hij toegedaan. En dan kan hij zo gezegd het schip besturen en schieten tegelijkertijd. Hè. Dus Sorry. Ja, nee, ik vind hem wel tof voor een eerste set te hebben. Het is ook geen heel dure set, moet ik zeggen. 10 euro, maar dat houdt me ook wel dikwijls tegen om te zeggen van van ik wel een Star Wars set hebben. Omdat mij, ja, ik zeg het, er zijn hele grote fans van Star Wars. Ik ben een beginnende fan, gaan we zeggen. Dus dit is ideaal voor mij. Nu, ik heb voor jullie nog wat extra's. Ook iets nieuws in feite. Ik heb nog nooit gedaan. Dat zijn deze. Series 24 zitten ze al. En het zijn allemaal minifiguurtjes die erin zitten. Het heeft niks te maken met teampark dingen. Is dat niet? Nee. Maar ik dacht van, het zal toch een kleine review zijn. En een kleine beeld samen. We doen er gewoon nog wat extra's bij. Het leukste is, dit zijn zakjes, dus je kan eigenlijk, als je, ik zeg wel als je het in de winkel koopt, kan je voelen van oké, ik denk dat dat die gaat zijn. Maar ze gaan dit binnenkort wegdoen. Binnenkort worden de minifiguren worden eigenlijk gewoon kartonnen doosjes, waardoor je niet meer gaat kunnen voelen. Dus ja, en er zijn er dan die zeggen, ja maar ja, je moet een doos kopen van 36 en dan zitten ze er zeker in. Maar dan weet je nog niet, dan die 36 zakjes, dan ze er allemaal in zitten. Dus dat heeft echt geen zin. Dus normaal gezien waren er solden in Dreamland van min 70% en van je dacht, hey, in Kuurne hebben we dat ook, we gaan een keer gaan kijken. Maar dat is al allemaal weg. Dat ga ik ook. Nee, het is geen Catisfaction. Nee. 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 Check je, hallo. Hallo. Is een treugje. En er was dus, ja, het was al allemaal weg. En ik dacht, ja, nu ben ik je toch, ik zag die liggen. En ik dacht, oké, laten we eens voelen. Dus dit is het. Ik hoop dat dat vier andere zijn, want het zitten er wel tof. Ik bedoel, die wortel, de max. Maar ik zal ze eens open doen en we gaan het samen ondervinden. Hè? Want ja, zoals je ziet, ze zijn allemaal nieuw. Hè? Eerste minifiguren ever. Ze zien het niet. Ze zien mijn gezicht niet, maar je staat me. Sorry. Ik ben echt benieuwd, dus kom hier. Oké, we gaan de eerste bekijken. Eerste minifiguur zakje ever. Hopelijk zal dat geen verslaving worden, maar who knows. Ik heb, er zit zelf een boekje bij. Serieus, een boekje voor minifiguurtje. Dat wist ik nu niet. Ja, en natuurlijk, ik heb dat nu niet goed open gesneden. Blijft wel openstaan. Oeps. Oké. Ik zie dat het deze zal zijn, denk ik. Hier, deze. Dus, oké. Er is daar een boekje bij. Een boekje voor een minifiguur. Oh, we mogen open knippen. Wat de hel. Oké. Wat staat er dan echt op? Wat ik moet doen of wat? Ik ben eigenlijk echt benieuwd, hè. En de mensen die minifiguur al jaren vragen, zoiets van, serieus, moet ik dat hier nu nog een keer zien? Sorry, het is mijn eerste keer. Ah, oké, tof. Dus het is echt zo een checklist van wat er allemaal in deze serie zit. Dus we hebben deze, voetballer. We hebben dit, geen idee wat dat dit is. Dit is een astronaut. Hier, die wortel. Ik wil sowieso die wortel hebben. Nee. Dan heb je hier een dierenverzorger. Dan een ork. Dan een dino. Met een dino ding. Ah, tof jong. Dat is... Oeh, precies een van Ravelijn, weet je wel. Met een boog en dan een raaf erbij. Pottenbakker, en dat is denk ik deze dat ik heb. Een, die gaat trouwen zeker. Och, ja, trouwt de army. Maar ja, dan heb je hier een meisje op schommelpaard. En dan heb je hier de
ja, een jongen met de gazetten zien er allemaal leuk uit. Oké, en dan heb je een effectief goede maat. Oké. Oké. Dus het tafeltje is deze, dan deze. Zie, dat is de pottenbakker. Die had ik eerst, oké. Voilà. En dat gaan we er zo op doen. Oh. Oké. Dan dit is er. Ja. Dan hebben we dit. Dan hebben we dit. Voilà. En dan gaan we die zo er opzetten. Voilà. Dit is de eerste. En ja. Oké. Dus dan gaan we dan een keer aanduiden, niet? Dat we die al hebben. Waar is mijn balpen? Als je die nodig hebt, mondepie. Oh. Fuck it. Laat mijn potlood doen. Waarom mijn potlood? Omdat ik mijn stilo niet vind. Heel simpel. Dus we gaan die hier aankruisen. Ontkleuren. Oké. Kleuren. Oké, de checklist ga ik eventjes daar leggen. Dat is wel tof, hè. Echt, kijk. Potten bakken, hè. Oh, dat is echt tof. Oké. Dan gaan we die bij Boba Fett zetten. Geweldige combinatie om te zien. Oké. Tweede zakje. Dit heb ik al wel over, dus dat kan je dan wel gebruiken. Ga ik in mijn potje zetten van de spare parts. Voilà, ik ga hem openlaten. Dan gaan we over naar het tweede zakje. Ja, maar die ga ik nu niet. Die mag weg. Ah, dat is het neusje op het schommelpaard. Oeh, tof is dat. Ik hoop echt dat ik vier verschillende heb. He. Echt waar. Oké. Brilletje. Dan dit. You cute. En dan dat. Maar waarom dat dit er nog een keer op staat, dat weet ik nu niet. Ah, oké. Dus eerst moet dit erop. En dan. Oké. You tof. Nee, er is zelf hier nog een plaatje, zoals echt voor een strik in te doen. Oké. Hey, tof in, die heb ik ook al. De max. Oké. Dus daar gaan we nog in kunnen. En vinken. Voilà. Op naar derde. Zo'n al twee dezelfde. Ik hoop van niet. Ik hoop echt dat ik heel veel verschillende. Maar je moet er echt wel chance in hebben. Oh my god, het is een dino. Ah, wat de hel. Oh, cool. Kijk de dino, gast. Kijk de dino. Kijk, ik heb de staart. Ga ik dus over hem. Hé, hey, dat is niet cool. Kijk de dino. Dino. Dat moet van voor, Fanny. Dat moet van voor. Yes. Dan gaan we een ding nemen, dat die een beetje scary is. Hoe cool is deze? Voilà. Oh nee, Fanny. We zijn de staart van je. Oh, je ziet dat de eerste keer is, jong. Maar de eerste keer, ja, in onze set zitten er ook, is dat niet, maar ja. Voilà. Zo, en dan een beetje zijn armpjes inderdaad zo doen, zoals op de tekening, dat echt zo is van... Wow. Maar echt de max, die ziet dat af. Oké, nummer 3. Hup, dus deze mag bij de spare parts. Het is wel tof dat je er wel iets over hebt. Laatste. Ik ben echt benieuwd. Het is ook een dubbel en hem, of het echt vier verschillende zijn. Zowel de max zijn als vier verschillende zijn. Oh my god, ze hebben fucking vier verschillende. What the hell? Awesome. Dat is die, die trouwt. OMG, ze. Oké. Die daarop. Jong, je ziet wat een pruik. Hop. En dan zit die... Ja, op de afbeelding staat die zo, maar dat gaat dus niet lukken, hè. Dus dat gaat ernaast me. Oké, dan gaan we die... Voilà. Ook doen, dan heb ik er eigenlijk nog 8 nodig. Allee jong, hoe cool is dat?
Voilà, daarmee zit ik af. Het enige wat ik nog zou willen vragen aan jullie is... Zijn jullie daarin geïnteresseerd om het soms een keer als extra te zien welke minifiguren ik nog heb of niet? Laat het me zeker weten in de comments. Ik vind alles is fantastisch om ze uit te halen. Het is de max dat ik direct vier verschillende heb. Maar ik heb gewoon het voordeel dat ik zelf heb kunnen voelen. Dat ik dacht van oké, ik denk dat ik hier vier verschillende vast heb. Maar ik ga er normaal nog bestellen, ook via de Lego site. Dan heb ik VIP-punt. Nee, want nu ga ik dat niet via Dreamland. Dus voilà. Boba Fett, de Bounty Hunter, die gaat verder doen. Hè. Doei! Tot de volgende keer!